Vanavond in Overtreders loopt het volledig uit de hand in Leiden. Armen strekken! Kom op, armen strekken nu! Op Amsterdam Centraal Station beschonken heren die voor problemen zorgen. Nee, wacht hè. Wacht even, man. Hey. Walk nou. Nee. Je gaat nou nee. Lopen. Nee, lopen. Nee. Lopen. Hey. Weg. En een noodsituatie op Schouwen-Duiveland. 2, 3. Gelijk even op ze zijn. Wat is er met deze man aan de hand? Welkom bij Overtreders, het programma waarin personen die zich niet aan de wet houden of voor overlast zorgen een halt wordt toegeroepen. Hey, waar ben je toe? Kom maar. Nee, nu wegwezen, anders ga ik je aanhouden. Krijgen ze een waarschuwing, een boete? Ik heb jouw identiteitsbewijs gevorderd. Als je niet aan die vordering voldoet, krijg je daar een bekeuring voor. Of moeten ze zelfs mee naar het politiebureau? Rustig man. Welke afwegingen maken de wetshandhavers? En hoe reageren de overtreders wanneer zij aangesproken worden op hun gedrag? U bent bij deze aangehouden, het is 12:57. U mag plaatsnemen in een politieauto. We beginnen op Schouwen-Duiveland, waar handhavers Wesley en Albert onderweg zijn naar Staatsbosbeheer. Ze gaan samenwerken vandaag. We zijn vandaag met een actie bezig op de Grevelingen en rondom de Grevelingen. Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de douane zit op het water momenteel. En wij, onder andere met de collega's van Staatsbosbeheer, rijden over land. Nou ja, wij letten onder andere op het rapen van de kokkels, verboden toegangsgebieden, geluidsoverlast op het strand, loslopende honden. Ja, echt alle soorten overlast. Midden in een natuurgebied een grote groep toeristen die een privéfeestje houden. Wie is de organisator hier? Even uit, dan kunnen we even normaal praten. Wij gaan op geluid af en treffen daar een groep van ongeveer 40 personen aan met een partytent, een barbecue, een karaoke set. Het was daar erg gezellig, maar dat is niet de bedoeling hier zo'n natuurgebied. U bent de verantwoordelijke hier zo? Ja, hier. Ja. Met z'n tweeën? Ja. Heeft u allebei iets bij van identiteitsbewijs? Bewijs? Ja, een paspoort of identiteitsbewijs, kun je in ieder geval dat alvast noteren. Terwijl Albert en Wesley bezig zijn, komt er een noodmelding via de meldkamer binnen. 04. Nou, ik ben de via ambulancedienst ook op uw locatie. Alleen al een parkeerplaatsje terug. Dat daar iemand onder invloed van GHB nergens meer op reageert. Kunt u dat plaatsen? Ja, dan gaan wij daar even naartoe. Wat is er? Volgende parkeerplaats ligt er iemand onder invloed van GHB die nergens meer op reageert. Weet die andere gasten dat ook? De groep feestgangers wordt direct losgelaten. Wanneer mensen in nood zijn, dan heeft dat altijd de hoogste prioriteit. Al snel arriveren ze op de locatie. Heb jij toevallig een sleutel van dat hekwerk, die slagboom die hier is? Heeft hij een sleutel? Dus? Ja, daar zo. Ja. Heeft hij een sleutel? Ja, komt eraan. Oké. Joop. Iemand van Staatsbosbeheer komt ook ter plaatse, zodat het hek open kan en de ambulance dichter bij de patiënt kan komen. 1, 2, 3. Gelijk even op ze zijn. Op zijn linker zijn, jongens. Mevrouw, heeft u toevallig gegevens van hem of is dat met hem meegegaan nu? Zo'n ID-bewijs of iets dergelijks? Nee, ik heb helemaal niks. Heeft u wel een ID-bewijs bij? Nee, ook niet. Nou, maar niet uit. Wonen jullie samen? Nee. Nee? Oké. Maar wel zijn vrienden. Ja. Ze hebben al verteld waar die heen gaat en... Nee, maar ik ga naar huis. Ja? En zodra hij weer bij komt, wat dan ook, kan hij mij bellen en dan haal ik hem op. Oké. Want ik ken je weg nog sterk. Nee, ik snap het. Nee, oké. En dan een hele stomme vraag. U heeft niks gebruikt van verdovende middelen? Wel, maar het is hard gewerkt. Oké. Maar dat weet u zeker, hè? Want u gaat een voertuig besturen, ja. Dus... Want hoe lang is het geleden? Half zeven, zeven uur. Maar wat heeft u gebruikt dan? GHB. Ook GHB? Ja. Anders moet iemand met mij meerijden en mij naar huis brengen. Dat is misschien verstandig. Nou ja, we gaan eerst eens even informatie naar voren halen. Want voor mij persoonlijk is het ook de eerste keer dat ik dit zo hoor. De vrouw ontfermt zich vreemd genoeg niet heel erg om haar vriend. Bij navraag blijkt dat zij nog 12 uur niet mag rijden.
En is er niemand anders die hier ook kan komen halen? Nee, want ze komt zelf uit Arnhem. Ja, ik ben er heel makkelijk in. Taxi. Taxi, ja. Ja. Ja, ik heb ruimte ook. Nee, daarom. Albert probeert een taxi voor de dame te regelen. Maar dat valt nog niet mee. Ja, nee, is goed. Weet ik genoeg, dan moet ze het zelf oplossen. Dan hebben we alles geprobeerd. Hey, super, dankjewel. Joe, hoi, hoi. Ik kan vragen aan de politie of hun in ieder geval te plaats komen om haar een rijverbod op te leggen. Want dan stapt ze alsnog in de auto. Officieel rijverbod. Officieel rijverbod, dat is misschien verstandig. Ja, dat is wel verstandig. We gaan u een rijverbod van 12 uren opleggen. Ja. Dat betekent dat u vanaf nu 12 uren geen enkel motorvoertuig mag besturen. Ja. Doet u dat wel, plicht u een misdrijf, staat gewoon 2 weken hechtenis voor. Nee, ik weet alleen niet hoe ik thuis kom. De heren hebben geprobeerd een taxi te bellen. Ja, ja. Nou ja, alles zit in Renesse en Rotterdam en noem het maar op. Ja. En beide onze auto's zaten vol, dus dat, ja. Ja, nee, wij zijn ook druk daar. Ja. Wij moeten ook weer door. Dus het moet lopen. Heeft u niet iets van kennis of iets dergelijks? Ik denk dat er een staartje aan gaat komen. Hm. Heeft u niet iets van kennis of zo die u thuis kunnen brengen? Nee, ik ken hier niemand. Nou ja. Oké. Okay. Ja goed, luister, aan de andere kant is het zo, hè. U en ja, de man kiezen er zelf voor om te gebruiken. Begrijp ik. Maar wat hadden jullie gedaan? Ik wil ook een taxi, maar er is geen taxi. Nee, dat begrijp ik. Maar wat hadden jullie gedaan als de meneer niet onwel was geworden? Waren jullie dan wel naar huis gereden? Ja. Wat is er dan een ongeluk gebeurd? Zou jullie zichzelf wel kunnen vergeven? Ja, ik ga er ook eens goed over nadenken. Ja, moet u zeker doen. Ja. Yes? Ja. Ik moet die kant op. Ja, ik moet die kant op, ja. De vermoedelijke vijftigers namen zelf het risico om harddrugs te gebruiken met alle gevolgen van dien. De man verblijft in het ziekenhuis met een overdosis. Mevrouw begint aan een lange wandeling richting de bewoonde wereld. Door naar Amsterdam, waar handhavers Frans en Aniel de straat op gaan. En er is direct werk aan de winkel. Deze CS zijde busstation. Andere kant. Moet ik helemaal doorlopen? Ja. Dankjewel. Look out for pickpockets. Oh, yes, okay. Yes, because they are very fast here. Oh, really? Yes, okay. It's really cloudy. They put it in the front already, yes? Yeah. All right, thanks. You're welcome. Dan op het plein voor het station een laveloos duo. Right now. What happened? Is your friend? It's okay. Is your friend? Yeah. What happened? It's okay. He's slap. Kom, kom, kom. It's okay. Kom, zelf. Leave it. Just relax. I want to talk with him. Komt die door, hoor je nog? Where you come from? Where you come from? Leave it here. Where you come from? Leave it here. No. Hallo. Hallo. Where you come from? Terwijl de een er maar weer bij is gaan liggen, gaat de ander moeilijk doen. Hallo. Hey, kan niet. Sorry. Hey. Ja hoor, ja, dankjewel man. Even kijken wat er met hem aan de hand is. Hey. Hallo. Hey. Twee collega's. Nee. Ja. Nee. Wacht, hè. Hey. Wat? Wacht even, man. Hey. Gaat ie goed? Everything all right? Okay. Yes? Kan niet. Hallo. Luister, hij heeft wat gedronken. Ja? Wat hij doet? Maar zet hem aan de kant even. Hey. Kom, kom. Nee. We go. Nee, wacht. On this side, on the corner, yes? Kom, kom, kom. Kom maar. Kom maar, kom maar. I will help you. Okay, sir. Is it your bag? Your stuff? Is yours? You can sit inside, okay? But not here, okay? Kom in de corner, kom. I bring you. Hij moet even aan de kant, niet hier op het plein. Kom. Mensen maken zich zorgen en dan krijgen wij gewoon melding. Ja, is goed. Kijk hier. Hey. Is goed, is goed. Ja, dat is goed. Collega. Deze man werkt rustig mee en kan er zelfs nog wel om lachen. Maar dat geldt niet voor zijn compaan. Hier is het, kom op, hier. Hey. Just, just relax, yes? Hey. Or I will arrest you. One time, I will... Yes, come, yes. Go. Why? Because it's not allowed to sit down like this. No. Yes, go in the corner. That. Yes? It's good. Oké, okay, neem hem mee, man. Yeah. Voor het gaat escaleren. Yes. Oké, okay, kom maar, Frans. Ja, je hebt een cross voor them. En ze zullen beleiden dat deze ook
Want hij gaat wel... Kijk uit. Jezus heeft het gered. Hij is de redder van Amsterdam. Jezus is de king over Amsterdam. Dank je wel. Jij bedankt. De jongen wil doen geloven alsof Aniel hem geslagen heeft, maar daar is geen sprake van. De jongeman werd zelf handtastelijk en Aniel duwde alleen zijn arm weg. Kom daar, hè. Want dat is straks een aanhouding. Laat hem even, Frans. Voor Frans en Aniel is deze zaak afgerond, maar daar denkt de jongeman anders over. Nee. Stop. No. Stop. Nee. Handgeving. Neem hem mee. Handgeving. Nee, hoef... Kijk uit, Frans. Handgeving. Ga weg. Handgeving. Ja. Namen. Weg. En number. No matter. Kom, die gaat wel. Number. Johan. Yes. Handgeving. Ga maar die kant op. Die kant op. Yeah. Kijk. Kijk, zijn boekjes van. Go. Hey, listen to your friends. Go. We go. Wegwezen. Wegwezen. Kom weer toe. Kom op. Nee, niet wegwezen. Kom op, anders ga ik je aanhouden. Ja? Yes. Oké. Okay. Yes? Nee, je kan opnemen, maar je gaat nu weg. Ik ben klaar met je, hè? Listen to your friend. Yes? Listen to your friend. Het is klaar. Hé, waar moet hij naartoe? Hij heeft te veel gedronken. Ja, dat weet ik dat hij te veel gedronken. Waar moet hij naartoe? Waar moet hij naartoe? Hilversum. Nou, kan ik de trein pakken, man? Alvast in station. Want dit gaat straks escaleren. Want het is heel makkelijk om het bureau te eindigen. Oké. Dus lekker weekend, ga maar van genieten, man. Ja, weekend, geniet ervan. Want ik koop er niks mee straks op het bureau. Eindelijk kiest de jongeman eigen voor zijn geld. Maar het scheelde niet veel of hij was meegegaan naar het bureau. Hij gaf ons rugdekking, hè? Deze man, zeg je? Ja. In Leiden gaan handhavers Johan en Mike op de fiets de stad in. In een park waar veel overlast is van daklozen en alcoholisten. Een man die zijn sigarettenverpakking achterloos op de grond gooit. Asociaal gedrag wat niet geaccepteerd wordt. De man wordt erop aangesproken. Jij laat wat vallen. Je gooit het echt op de grond. Ik ben hier. Je hebt net toch je pak sigaretten in je handen. Ja. En die maakt hij open. Ik doe zo. Die maakt hij open. En dat zilverpapiertje, dat gooi je weg. Nee, ik ben niet weg. Hier. Ja, die is nou weggewaaid. En ik zie dat hij een nieuw pakje sigaretten openmaakt. En volgens het zilverpapiertje wat hij eruit trekt, dat gooit er op de grond. Nou, vind ik raar, want ze dan overal gemeentelijke afvalbakken. Je kan het ook gewoon beetpakken en daar even naartoe lopen en in die prullenbak gooien. Met je zit. Nee, je deed zo. Is wat met mijn troon? Nee, die discussie ga ik niet voeren. Nee. En? Maar goed, laat even je idee zien. Waarom? Omdat ik om vraag. Nee, als... goed. Wie koelt van mij? Nee, je moet gewoon luisteren. Wie heb je kuur? Ja, maar wie gaat nou... Hallo, even blijven staan. In plaats van dat de man het papiertje gewoon even opraapt en opruimt, besluit hij er een circus van te gaan maken. Wat doe je nou eigenlijk moeilijk, man? Niet in de kamp. Geen nou maar gewoon je identiteitswijs. Zo moeilijk is het toch allemaal niet? Maar niet in de kant. Je praat geen Spaans, hè? Nee. Geef gewoon je identiteitswijs, kom op. Kunnen we zeggen? Dat zeggen we helemaal niet. Ik wil eerst idee zien. Ik heb maar even zien. Dit? Nou, dat is geen idee. Ik weet het niet, maar dit is mijn idee. Ja, die wil ik even zien. Die willen we zien. Nee, kan ik niet aan raken. Ja, nee, die moet ik even vasthouden. Ja? Die moet je gewoon even aan mij geven. Dank je wel. Spreek goed. Hé, hey, Even normaal doen, hè? Achteruit. Gaan we niet doen, hè? We gaan niet overslaan, is dat duidelijk? Ja, laat mij. Even blijven staan. Anders word je aangehouden. Even staan blijven. Laat hem niet los. Staan blijven.
Ik wil dat je staan blijft. Nee, jij moet ook rustig blijven. Even afstand daar. Hou even afstand. Hé, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Je gaat blijven staan, anders word je aangehouden, ja? Blijf staan. Wil even dat je blijft staan. Waarom? Moet je even afstand houden. Je gaat niet lopen staan. Nee, niet bangen. Fuck your mama. Ja, doe even normaal, joh. Fuck your moeder. Het gesprek verliep er gewoon niet lekker en... Vervolgens werkte nergens mee. Ik heb op een gegeven moment een slaande beweging, een trappende beweging. Uitschelden met je kankermoeder. Je blijft gewoon staan. Je kind. Dat begrijp je niet. Blijf staan. Fuck you. En nu? Bij deze ben je aangehouden. Je bent aangehouden. Ga je meewerken? Bring je. Ga je meewerken? Kom op, maar. Op een gegeven moment weer zo'n beweging naar de collega. Ja, dan is het maar klaar. Dan gaan we over tot de aanhouding. Doe normaal, jongen. Naar de grond. Naar de grond. Kom. Armen strekken! Kom op, armen strekken nu! Kom op, ik ga hem naar voren werken. Als je gewoon bereid bent om mee te werken, dan is er niks aan de hand. Dan kunnen we het gewoon maar netjes afhandelen. Nou, deze man die was daar niet toe bereid. Ja, dan moet je op een gegeven moment moet je daar maar de consequenties van aanvaarden. En ik denk dat we hem nog best wel veel ruimte hebben gegeven om mee te werken. Ja, en dan zou hij uiteindelijk besluiten om daar gewoon geen gevolg aan te geven. Ja, dan is dat zijn eigen keuze. En wij zijn voor de rest zijn we heel rustig gebleven. En uiteindelijk hadden we niet meer de keuze om rustig te blijven, maar om door te pakken. En dat hebben we ook gedaan. Want als je fysiek geweld tegen ons gaat gebruiken, of gaat lopen schelden met je kankermoeder, zulke soort zaken. Ja, dan ga je gewoon mee naar het bureau. Dat is onaanvaardbaar. Werk je mee? Werk je mee? Als je meewerkt, gaat de druk eraf. Begrijp je dat? Oké, strikken. Komt-ie. Meewerken. Toegesnelde collega's waren er om te ondersteunen. En ook de politie is snel ter plaatse. De man is geen onbekende van Johan en Mike. Deze persoon kennen wij wel, dus hij is altijd wel wat recalcitrant. En ook werkt hij vaak niet mee. Ja, hij heeft wel eens een keer bekeuringen gehad, dat klopt. Maar hij heeft ook even zoveel waarschuwingen gehad. Ja, wij maken de keuze of er verbaliseerd of gewaarschuwd wordt. En in dit geval ging hij weer vele grenzen te buiten. En dan moeten we even optreden. Gelukkig waren er heel snel ook collega's die meereden en ook daarop hebben gereageerd en goed bijstand verleend hebben. Hé, ik moet het filmpje, maar ik heb kinderen. Hey, niet trappen naar de camera. Ze halen die bus hierheen, ze halen die bus hierheen. Ja, ik heb kind. Mijn telefoon. Pak jij dat kopje voor mij? Ja. Hij was natuurlijk fysiek agressief tegen ons. Er gingen ook mensen zich mee bemoeien. Dus moet je elkaar toch wel goed in de gaten houden. We hebben voor de rest geen andere geweldsmiddelen dan alleen handboeien. Daar moet je dan wel rekening mee houden met je eigen veiligheid. Dat als je op zo'n moment iemand gaat aanhouden en je hebt veel mensen om je heen. Ja, moet je toch voor je eigen veiligheid kiezen en dan desnoods terugtrekken. Maar er waren heel snel collega's ter plaatse waarop we uiteindelijk wel konden doorpakken en aanhouden. De man gaat mee naar het bureau. Daar zal zijn identiteit worden vastgesteld. Ja, hij is nu naar het politiebureau vervoerd door de politie. En daar gaan wij een procesverbaal van aanhouding op maken. En krijgt meneer ook de verdachte ook de voorgeleiding van de hulpofficier van justitie. En zal er ook nog een verhoor daarop gaan plaatsvinden. De verdachte krijgt een boete voor het niet tonen van zijn ID-bewijs. Het OM zal een straf bepalen voor het geweld tegen de handhavers. Terug naar Frans en Aniel op Amsterdam Centraal. Een jongeman zit te roken en dat mag niet. Goedendag meneer. Ik ga met die camera als... Nee, leef maar even, je bent aan het roken. Hallo, hey. Ik kom van het metroperron boven, de Eihallen. Ik zie iemand daar roken. We spreken die man aan en hij loopt naar buiten. En hij wil vanaf moment 1 niet meewerken. Waarom ben jij weer aan het roken dan? Hey, luister, alsjeblieft, man, met rust. Ik was niet aan het roken, ik heb alleen daar gedraaid. Je hebt daar gedraaid? Ja, zeg, ik ga die camera afpakken. Ik gooi die kankercamera in de sloot, ik zweer het. Ja? Ik ga op kanker met die camera. Hey, luister even. Mag ik even je identiteitsbewijs van jou zien? Hey, man, ik ga weg, man. Wat zeg je? Bro, als... Nee, dan gaan we... Luister even. Doe rustig, ga maar niet... Nee, ik wil nou je identiteitsbewijs hebben nu. Want je kan moeilijk doen. Nee, maar ik wil nu je identiteitsbewijs hebben. Ik heb een camera erop... Hey, ik ga je aanhouden anders, hoor. Rustig aan, man. Ja, ik wil je identiteitsbewijs hebben nu. Ik ga weg met die camera.
Hij maakte een poging om weg te kunnen komen, dus ik kon hem net vastpakken. En hij bleef schreeuwen van laat me los, maar ja, eenmaal vast is vast. Zolang je geen identiteitsbewijs meer laat zien, wordt hij ook niet losgelaten. Doe rustig, er is nu niks aan de hand. Nee, laat me je handen zien. Weg, er is niks aan de hand, nee, oké? Okay? Doe je handen weg. Waar wil je even vast? Ja, ik laat je los, okay, hij houdt je vast. Oké. Doe rustig, ga maar, laat mijn hand los alsjeblieft. Nee, ik ga niet wegrennen, ik zweer het. Nee, je hebt een poging gedaan. Ik zweer het, man, kijk, kom met camera toch? Luister, ze volgen mijn werk en ze bleuren jou. Doe mijn handen weg. Nee. Kijk hoe je mij vasthoudt, jongen. Nee, als ik, zolang ik identiteitsbewijs heb. Oké, okay, ik ga je pakken, maar doe rustig, man. Laat ik je niet los. Laat mij los, man. Laat nee, mij niet op... eerst identiteitsbewijs. Duidelijk? Oké, laat mij los, alsjeblieft, man. Laat mij los. Waarom hou je mij nog steeds zo vast, man? Zijn jullie klaar? Ja, dank. Ja, kan je een beetje even aanleunen bij die Wurstschnitzel. De bestaande houding. Met heel veel moeite heeft toch een identiteitsbewijs boven water getoverd. Als hij een foto heeft gemaakt, laat ik je los. Is dat duidelijk of niet? Achterkant heb je die achterkant? Ik heb alleen voorkant, man. Oké, ga mij loslaten. Is duidelijk of niet? Hoe had deze man mij nu nog steeds? Ja, rustig. Laat me gewoon los, je gaat niet wegrennen? Ik ga niet wegrennen, man. Dan laat ik je los nu. Ik heb een identiteitsbewijs. Ik ga me zomaar vast aan. Wat kom jij met die kankcamera, man? Luister even, ik ga niet aansteken. Kijk, iedereen kijkt mij nu zomaar. Ik stond gewoon hier rustig, man. Nee, je staat daar te roken. Ik stond niet te roken, man. Ik zag het. Waar zag je mij roken? Ik zag rook uitkomen, jongen. Ik kom nu zomaar bij jou, toch? Luister even. Nee, maar luister even. En je gaat het niet aansteken. We zijn nu aan het werk. Ik ben niet aan het aansteken. Oké, okay. Nee, maar dit is onze werkgebied nu en er wordt niet gerookt. Yes? Oh my god. Oké, okay. Ja? Ja, ik heb het. Let er even. Je krijgt een boete voor het roken in het station. Ik heb niet gerookt, man. Je bent niet... Oké, okay. Okay, geef mij die boete, maar je bent niet verplicht tot antwoorden, maar waarom was je aan het roken? We gaan gewoon die kant op, man. Nee, ga je verklaring afleggen of niet? Verklaring afleggen of niet? Stuur die boete klaar. Ga je verklaring afleggen of niet? Oké, dan kan je gaan. Je krijgt een boete, ja? De jongeman wilde steeds weg. Maar nu hij dat mag, blijft hij rondhangen. Ja. Nee, dan moet je niet kijken. Dan moet je weglopen als je niet op de camera wil. Dan moet je die kant gaan. Dan moet je niet het station verlaten. Dan ga je weg. Maar je zoekt het gewoon op. Je wil blijkbaar wel. Nee, maar je loopt toch die kant? Dan gaan ze je rug filmen. Maar blijkbaar vind je het interessant, of niet? En... Wat zeg je? Hey. Nee, maar luister even. Ik heb het nog één keer. Maar ook tegen niet tegen hun. Als ik nog een keer het woordje kanker hoor, ben jij voor mij. Hou ik je aan voor belediging. Is dat duidelijk? Ik heb niet tegen. Nee, is het duidelijk, ja of nee? Ik heb niks tegen jou. Nee, nog één keer ga je aangehouden worden voor belediging. Ik ben klaar met je. Ja, weet je, ze proberen het op allerlei manieren een beetje stoer doen. Een beetje, volgens mij waren een paar vrienden van hem die stonden daar te kijken. En ja, dan ben je helemaal het mannetje. Hè. Dan moet je gewoon doen alsof je... Ja, heel stoer bent en niet bang bent. En, maar ja, we prikken doorheen. We lopen een paar dagen mee, hoor. De boete voor het roken in het station is €100. En combineer voor de administratiekosten. Dus ja, kleine €110 is hij dan armer geworden. Door naar onze havenstad Rotterdam, waar de RET de vervoerder van de stad is. De avondspits is in volle gang. Een reiziger maakt zich uit de voeten als hij handhavers Remco en John ziet. En dat is best een beetje vreemd. Hoi. Mogen we even uw kaartje controleren? Want we zagen u naar boven lopen en toen liep je terug naar beneden. Dat viel ons op. Wil je het stof uit? Ja, dank u wel. Fijne dag. Niks aan de hand, alles op orde. Op het perron wel een reiziger die niet ingecheckt is. Ja, maar dat is je eigen verantwoording, dat je wel kijkt wat er op het kaartje staat. Ik weet natuurlijk niet of jij hem gekregen hebt of dat je misschien al heel de dag op aan het reizen bent. Ja, dat ik heb hem gekregen. Maar ik heb zelden gewoon mijn OV. Ik heb gewoon mijn OV bij me, kijk hier. Even checken. Maar het vervelende is dat je daar nu wel een bekeuring voor gaat krijgen. Bekeuring? Ja. Nee, je bang voor wat? Omdat je een kaartje hebt wat niet geldig is voor jou. Is dat in het midden? Dus heb je dan mag je zelden op? Nee, ja, maar dat kan ik, dat ga ik later. Nee toch? Maar ja, wat collega zei, je hebt nu geen geldig vervoersbewijs. Heb jij je identiteitsbewijs bij je? Ga je voor dit boete geven? Ja. Waarom? Voor wat? Omdat je iets doet wat niet mag. En daar staat een bekeuring op. Ja, het is niet moeilijker dan dat. Ja? Het is niet moeilijker dan dat. Ik leg u precies uit wat is, maar je wilt niet luisteren. Ik luister wel. Nou ja, maar ik wil wel mijn metro pakken, want anders ga ik weg. Nee, dat gaat niet. Nee, maar ik moet deze wel hebben, want anders... Dat gaat niet, ik moet even die bekeuring uitschrijven. Even minuten, man. Maak geen zorgen. Nu gaan jullie mij vertragen. Nee, je had gewoon gelijk je paspoort moeten geven, dan waren we eerder klaar. Dat was helemaal niet klaar, hij komt over 1 minuut. Okay. Hoe is hij klaar zijn?
Ik had gewoon niet klaar zijn. Je had niet al klaar kunnen zijn. Ja? Nee, alsjeblieft, krijg ik die weer terug? De bekeuring is €54 als ik hem naar huis opstuur. Je mag hem ook gelijk betalen, is die €40. Wil je daar gebruik van maken? Ja, stuur hem maar naar huis. Oké. Je hebt net al verteld waarom je met dat kaartje reist, maar ik moet jou officieel vragen naar je verklaring. Je hoeft niet te antwoorden, maar ja? Oké. Krijg je deze vast terug, alsjeblieft? Nee. Had jij verder nog vragen? Helemaal niet. Oké. Hier staat op uitgelegd hoe je bekeuring kan betalen. Hij is ook geldig om 2 uurtjes op te rijden. Fijne dag. De jongeman baalt. En dat mag, maar hij heeft zelf geen saldo op de OV-pas gezet, waardoor hij onbetaald reist. Hey, mag ik even je kaartje zien? Dankjewel. Alsjeblieft. Het trio reist door naar Schiedam. Daar kiest iemand het hazenpad als hij de handhaver ziet. Hey, mag ik nog even je kaartje controleren? Ja, ik ben mijn kaart bij een vriend gegeven. Oké. Dus ik ga nu ook terug naar Rome. Ja, dan ben je wel een beetje laat, want dan had je hier niet mogen zijn. Ja, ik was vergeten daar zo. Ik kom nu in Rome. Maar hoe kom je hier binnen dan? Ik heb gewoon ingecheckt en toen heb ik het aan hem gegeven. Dus hij staat hier beneden? Ja, in Rome. Kom even naar beneden. Oké. Heb je wel een identiteitsbewijs bij je? Ook niet. Oh, nou, iets anders met je naam erop. Dan gaan we heel even in gesprek. Even blijven staan. Want je gaat er in principe een bekeuring voor krijgen. Hij staat de camera op mijn gericht. Ja, klopt. Die filmen mijn werk. Ja. Maar je gaat er een bekeuring voor krijgen als je geen kaartje hebt. Dus ik wil graag even weten wie jij bent. Dus, mijn naam. Heb jij misschien een bankpasje bij je of een zorgpasje of iets? Nee. Niks met je naam erop? Nee. Oké. Nou, eens even kijken. En je maatje die is hier beneden, zeg je? Ja, die is nu daar. Maar ik weet niet of die hier is. Nee. Oké, nou. Ik ga in ieder geval jouw gegevens even invoeren. Gaan we kijken hoe ver we komen, ja? Wat is jouw achternaam? Ja, we waren de mensen op het perron aan het controleren. Terwijl we aan het controleren waren, zag ik iemand die wegliep. Dat valt natuurlijk op. Meneer aangesproken. Bleek geen kaartje te hebben. Ik kwam eerst met een excuus dat zijn vriend het kaartje zou hebben, dat hij was vergeten. Puntje bij paaltje, klopte dat verhaal niet helemaal. Meneer had geen kaartje. Dan probleem nummer 2. Zijn naam duikt niet op in het systeem. Jouw gegevens komen er zo niet uit als ik deze achternaam en die geboortedatum invul. Weet je zeker dat dat klopt? Wacht, en hoeveel kost die bieden? Voor het niet hebben van een kaartje? Ja. Als je hem gelijk betaalt, €40. En achterop? €54. Maar let wel op, als de gegevens die jij mij opgeeft niet kloppen, dan zit daar een hele dure bekeuring aan vast voor het opgeven van valse gegevens. Dus klopt dit zo? Nee. Oké. Nou, wat is jouw achternaam? De geboortedatum klopt wel. 18 juli, oké. Heb je het zo goed gedaan? Oké. Want ook dan krijg ik er nog niks uit. Excuse me, I need to go to panic. Wacht. If you take this something, the C-line. This one? Ja, this one. Ja, yeah, C-line. Weer meerdere achternamen. Nee, ja. Yes. 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 Heb je ook geen foto bij je voor je identiteitsbewijs? Ja, ik heb niks. Oké. De jongen gaat zoeken in zijn mobiele telefoonhoesje. En dan ineens... Oké. Ja. Oh, kijk nou. Hey. Was je vergeten dat je hem bij je had? Ja. Nou, dat is niet zo handig. Jouw verhaal is niet echt geloofwaardig zo, hè? Ja. Cool. Ergens had ik nog een beetje twijfel. Misschien ben je je kaartje wel echt vergeten. Maar dan ga je vervolgens staan liegen over je achternaam en je geboortedatum. Dat is niet slim. Nou, zoals ik al zei, je gaat een bekeuring krijgen omdat je geen kaartje hebt. Je bent niet verplicht om mij te antwoorden. Je zou zelfs een advocaat mogen raadplegen. Maar wil jij een verklaring geven omdat je geen kaartje hebt? Ik had geen geld. Ik had geen geld, oké. Dit kaartje wat je van mij krijgt, daar staat op uitgelegd hoe de bekeuring betaald kan worden. En hij is ook geldig om 2 uurtjes op te reizen. Dat is je identiteitsbewijs. Kijk ermee uit met alles wat je doet, want die valse naam opgeven, dat is een bekeuring van €400. En voor het niet tonen van je ID-kaart kan je een bekeuring krijgen van €109. Dus wees slim en zeg volgende keer gewoon gelijk de waarheid hoe het zit. En hoe betaal ik die boete dan? Er staat hier een rekeningnummer, daar kan je het op overmaken. Betaal je hem niet gelijk, dan krijg je een brief thuis gestuurd en dan staat het nog een keer in uitgelegd. Ja?
Meneer gaf in eerste instantie een valse naam op, valse gegevens. Die gegevens komen bij mij er niet uit, dus dan gaan we verder zoeken. Uiteindelijk hadden we dan bij meneer een identiteitsverering gaan uitvoeren. Dan was nu het identiteitsbewijs naar boven gekomen. Had hij dat niet bij, dan was hij aangehouden voor de wet-ID. Zou naar het politiebureau gaan en dan zou hij daar een bekeuring krijgen voor het opgeven van valse gegevens. Dus het is het verstandigst om gelijk de juiste gegevens op te geven. Dat scheelt je een hoop tijd en geld. Oké, ik ben klaar verder. Je kan je weg vervolgen, dus ondanks dit een fijne avond. En ja, wees volgende keer gewoon wijs en spreek de waarheid. Ja? De jongeman had voor €572 aan boetes kunnen krijgen, maar komt nu weg met €54. In het mooie Leiden heeft een man ervoor gekozen om op een wel heel beroerde plek laveloos te zijn. Hoi Wout. Ja, is goed. Wat is mijn naam? Ja, het is zo dronken als een aap. Dronken als een aap, maar als hij zit eruit, ligt hij in het water. Ja, als ik dat nu doe, dan leer ik zelf weer. Dus ik ga even... Hallo, sir. Hoi. Wakker worden. Wake up. Wake up. Curva. Wat curva? No curva. Hey, no curva. Listen. What are you doing? You have ID with you? No ID. Curva is een Pools scheldwoord waar Johan niet van gediend is, omdat hij notabene komt helpen. Gelul met je curva. Van normaal reageren. Dat is wel komisch, maar dat kan niet, want die zit volgens mij nog vast. Hé? En die komen. Maar dat... Ja, maar dit is één niet. Nee, nee. Nee, deze nee, zit nog vast. Dit is een pol. Ja. En die kennen we. Maar wat kijken ze daarachter niet? Ja, dat hoort ook bij je. Maar ja, oppassen, als hij hier zit, dan ligt het. Kit er niks in dat tasje? In het tasje niks, alleen maar... Hey! Even rustig. Even rustig, rustig. Ja, rustig. Laten we dat zeer maar even doen. Besloten wordt de man daar eerst maar eens weg te halen. Moet je niet over staan? Nee, dat zou ik niet doen. Ja. Kom maar. Ah. Ja, dit. Ik kan wel gaan slepen. Kom maar. Awa. Ja, dat gaat niet meer. Ga even anders op je poten staan, dat is makkelijker. Awa. En wacht. Wout. Ja. Wouter. Ja, jongens. Niet te gaan lappen. Niet te gaan lappen. Als jij even met z'n pak ik zijn benen. Ja, poot wil niet. Als jij armt dat? Alleen niet. Beide armen pakken, beide armen. En dan op. Dus dat begon zo veel alweer. Ja. Ja. Komt allemaal goed. Je hebt te veel gezopen. We samen met een collega van de politie hebben hem van de kade vanaf het steigertje getild. Vervolgens hier aan de kam neergelegd. Daarbij hebben we de identiteit vastgesteld van de persoon. Voor de rest is hij niemand tot overlast of wat dan ook. Dus kunnen we er weinig mee. Hij heeft alleen een bakje te veel op. Nou, om hem daar gelijk voor mee te nemen is ook weer een beetje te veel van het goede. Wel willen ze de man zijn ID-bewijs zien. Die hebben we nog niet bekeken. In dat tasje zit niks. Ja, weet je, die ga je hier lachen. Wat is je naam? Kun je je naam down? Kun je het voor mij? Ja? Is dit een S of een J? Ja, wat? Hoe knap dat ik kan schrijven? Ja. Ja, dat is jou, hè? Ja. De politie hebben even door het systeem heen gehaald. Er kwamen wel wat bijzonderheden uit. Maar niet om momenteel wat mee te doen. Dus hopelijk blijft hij rustig aan de kant zitten. En gaat hij een beetje zijn roes bijtrekken. En als er voor de rest geen meldingen van komen, dan laten we het voor wat het is. Hey, hallo. Stay here. Yes. Hallo, why? Keep it easy. Yeah, not by the water. It's dangerous. Yes? De man is weer enigszins bij en is weg van de waterkant. Rest er nog één ding. And put your trouser on. De avond valt op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Als handhavers Albert en Wesley worden opgeroepen door collega's om te assisteren. Oh, er zit nog een... Dat is echt een hele bijzondere plek. Ja, ik vind het een hele rare plek om... Oh. Schaf gezet.
De collega's die waren klaar met hun dienst op de terugweg naar het gemeentehuis. En die kwamen een auto in de sloot tegen. Ja, we waren toevallig in de buurt, dus wij zijn even gaan assisteren. Dat zijn ze. Ja, de meisje in de auto ligt er nek bij. De meisje in de auto is er. Hey, u bent bestuurster. Hey. Of? Nee, ik zat ernaast. Maar je hebt last van je nek, check je? Ja, achter. Hey, maar dan moet de ambu gewoon even langskomen hoor. Ze last heeft van de nek. De bijreiziger gaf aan dat ze last had van de nek en allebei de airbags waren uit. Dus dan ja, is het eigenlijk standaardprocedure dat de ambulance even komt om te checken hoe het met de slachtoffers gaat. De airbags zijn dus uitgeklapt. Dus is het nog best hard gegaan. Je krijgt best wel een klap, hè, met zo'n ongeluk. Want ondanks dat je niet helemaal in de kreukels ligt nu, heb je wel een klap gemaakt door in die sloot te belanden. En als jij al aangeeft dat je eigenlijk zo snel na die klap al last hebt van je nek, dan kan je het maar beter gewoon nalaten kijken. Maar dat hoeft niks. Nee, maar dat is voorzorg. Laten we heel even eerlijk zijn. Even voor mijn beeldvorming. Je komt net van de rotonde af. Hoe is dat in godsnaam gebeurd dan? Dat is vanaf daar. Toen, Nee, maar je komt vanaf die weg, zeg je. Ja. Je gaat de rotonde op. Hè. Lijkt mij dat je dan al afremt. Ja. Maar dat is niet gebeurd, denk ik. Ja, ik had hem ook in het steeg gezet. Maar okay. Ik had gewoon geen grip meer. Oké. En wat is dat allemaal? Dat zijn mensen omstanders. Omstanders. Dus het zijn alleen jullie twee hier zitten? Oké. En jij als de bestuurder? Ja. Jij zijn rijbewijs als... Nee, nog niet. Zou ik jouw rijbewijs even mogen gesteld zien? Ik vind mezelf persoonlijk vind ik hem raar, weet je? Want ja, ik vind het ook goed. Je remt al af vanaf die rotonde. Ja. Hij zegt dat hij in zijn twee is gegaan. En dan zou hij... Ja. Dus we moeten dit sowieso heel even controleren. Hij gaat sowieso even Richard bellen. Want bij dit soort dingen, zeker als ze in een sloot terechtkomen... misschien better safe dan maar even een alcoholproefje af te leggen. De ambulance komt ter plaatse om de bijrijder te checken. De politie arriveert niet veel later. Ik begin altijd onderin. Misschien weet je het, maar heb je hier pijn? Nee. Nee? Geen hier pijn? Even hey. Kijken, Lennart. Hey. Hoe gaat het, jongen? Goed hoor. Zou ik schrokken, denk ik, of niet? Ja. Ja. Hey, jij bent de bestuurder geweest van het voertuig. Oké. Hey, wat we altijd eventjes doen, botsen is blazen. Gelukkig sta je er nog en gaat het volgens mij goed met je. Maar ja, we doen even een blaassessje. Ja, mag je even blazen totdat ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Stop maar. Ja. En je... Nee, is prima. Is dat top. Is dat met jouw vriendin of ja. In de auto? Oké, hoe gaat het daarmee? Ja, last van de nek. Last van de nek. Mag ik hem er even zelf afhalen? Even omhoog. Is het voertuig van jou of niet? Ja. Staat op jouw naam? Nee. Dat niet? Mijn vader zelf. Jouw vader zelf. Zorg eventjes dat jullie pap de verzekering belt om ze op de hoogte te brengen wat er gebeurd is. Hè. Ja. Dus het voertuig wordt dadelijk getakeld. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik werk normaal gesproken in Tilburg, dus ik weet niet precies hoe het hier gaat. Ik kan mijn collega daar ook wel aangeven. Ja. Maar vaak zo geven hun dan jou een kaartje waar het voertuig naartoe kan. Dan kan je een verzekering contact opnemen om het voertuig daar weer weg te halen. En naar een garagebedrijf te brengen waar jij wil. De politie is ter plaatse geweest, heeft een en ander bij de bestuurder geverifieerd. Maar er volgt voor de rest geen spooronderzoek. Zou je, ja, ik had iets van medicatie gekregen zeker of zo? Nee hoor. Ze heeft wat overrekte spiertjes. Een eenzijdig ongeval, geen alcohol of verdovende middelen in het spel... en de bijrijder hoeft niet naar het ziekenhuis. Haar ouders zijn gearriveerd om haar op te halen. Rest Albert en Wesley nog één taak, de sleepdienst assisteren bij het weghalen van de auto. De auto was zodanig beschadigd dat hij niet meer rolbaar was, dus die is meegenomen door de garage. Daar wordt hij gestald en de rest is aan de verzekering. Joe, tot ziens, hè. Van Hals is klaar. De bestuurder zal flink balen dat hij zijn vaders auto in de sloot heeft geparkeerd. Maar gelukkig komt iedereen met de schrik vrij.